De inzichten van de IMF, die zijn technisch perfect, maar die houden natuurlijk helemaal geen rekening met de politieke omstandigheden waarin je het zou moeten uitvoeren. Laat me eens een voorbeeld nemen. Men heeft gelijk, onze brandstof is te goedkoop. In de loop der jaren hebben wij als land die gesubsidieerd. Langzaam maar zeker moeten we komen tot het afbouwen daarvan. Men zegt maar, wil de staat direct veel inkomen doen, dan zou de staat 4 gulden op een liter moeten zetten. Dus daar hebben we bij 9 gulden liter. Ik zeg meneer de IMF, daar gaat de hoofddraad lachen, maar dan ben ik thuis. Heeft het volk me naar huis geschopt. Niemand hier kan me zeggen dat zij niet begrijpt dat als deze president morgen zegt, oligo fogolomorodiri, dat ik thuis ben. Dan heb je dingen aan de knikker. Ook een ander vraagstuk, men vond dat we de kwestie van EBS, we hebben gezegd, er is afgesproken, we moeten afbouwen. We zijn begonnen met af te bouwen. Along the way hebben we gezien dat we onvoldoende data hebben om juist tarief. We gaan afbouwen, maar geef ons enige tijd. Ja, maar je zou afbouwen. Je zegt, ze lijken op Indianen. Naarmate je praat de hele dag, dan begin je niet weer, maar je zou afbouwen. Dus wat ik heb gedaan, zeg, laat me een brief schrijven. Het gaat hier en hier om. Want we willen nog in het traject zitten. Maar inom Gimman Keri toch. Dus we gaan ook verder praten met en schrijven naar de verschillende financiële instellingen. Van kijk naar onze inspanningen, kijk wat we doen. Maar aan bepaalde dingen ga ik niet kunnen voldoen nu. Dan vandaar dus dat extra belangrijk wordt die investeringen die we kunnen krijgen van de Islamic Development Bank. President, bij de komst van de IMF werd aan ons onder andere voorgehouden dat ze nu een sociaal gezicht hebben. Bent u diezelfde mening toegedaan na dat relaas van u zo net? Wat ik probeer te zeggen is dat zij zijn koud berekenend. Wat de man daar zegt, daar valt niets tegen in te brengen, omdat hij als econoom naar de zaak kijkt. Het probleem is dat ik er naar moet kijken, onze economen kijken naar, maar ik moet er ook naar kijken als politicus. Waardoor, en daar haalt hij eigenlijk zijn schouders op en zegt, ja, maar het zou toch zo moeten. Zeg, ja, het zou toch zo moeten, maar in de praktijk heb ik daar problemen hier. Het verschil met de oude IMF heb ik toen aangehaald, is dat ze minder oor hadden voor sociale projecten, terwijl daar is een stuk verbetering in gekomen. Maar desondanks is het moeilijk. IMF wijst ons ook op een aantal zaken, instituten die wij hebben laten liggen en die we wel moeten in place moeten brengen. En dat geeft aan andere instanties een bepaald vertrouwen. Dus het heeft zijn voordelen. Maar natuurlijk, alleen dan, Jezus mag zijn er geen grenzen. Dus als het te moeilijk wordt, dan moeten we uitkijken naar andere mogelijkheden. Maar nochtans, wij willen ons blijven houden aan het programma.